voor de kerk op het plein. Ik vind vooral bijzonder de omgeving en het landschap, de ruïne en alles wat daar omheen ligt. Ik ben hier in Montfort geboren en altijd in Montfort blijven wonen omdat het me hier gewoon uitstekend bevalt. Ik denk alles fijn. Het was steeds fijn. Zo'n dorpje met heel veel verenigingen. En dat pakt zich allemaal samen. En is van tijd tot tijd ook te doen. Iedere vereniging heeft zijn eigen bezigheden. We staan hier bij de stadspoorten van Montfort, van een van de stadspoorten van Montfort. Het symboliseert eigenlijk de band wat Montfort heeft met het kasteel. Kasteel Montfort. En vroeger komen ze dus hier via een van deze weg Montfort binnen. En het symboliseert eigenlijk, als je kijkt, het zijn twee zuilen met de links en rechts de naam Montfort op. En dan bovenop zitten twee schijnwerpers, die wijzen naar het midden en dat maakt dus ook de M van Montfort. En zo heten we dus iedereen welkom in Montfort. Toen ik jong was kwam ik al veel in Montfort, was heel leuk uitgaan, leuk sociaal leven. Iedereen komt hier voor elkaar op en er is een hele grote saamhorigheid hier in het dorp. We staan hier in het middelpunt van Montfort, het hart van Montfort. Het is voor het aard gemeentehuis van de zelfstandige gemeente Montfort. En van hieruit kunnen ze dus alle kennen op met muziek. Met verenigingen, met de vastelovendjes die altijd gaat te doen. Twee keer per jaar kermis, die is altijd vier in de cafés. Dat zit hier wel goed. Ik heb dit initiatief genomen omdat ik vind... Ja, ten eerste, natuurlijk woon ik hier in Montfort. Ik ben hier geboren en getogen. En omdat Montfort gewoon zo'n dorp is. Ja, we staan hier op het voormalige slotplein van kasteel Montfort. Aan de voet van de Grauwe Toren, of in de volksmond beter bekend als de Grauwert. En dit is echt een karakteristiek punt voor Montfort. Hier is Montfort ook wel veel bekendheid doorgekregen, ook in vroegere jaren. Want van hieruit werd je een hele hoop omliggende gebieden werd je van hieruit beschermd door de legers die hier in dit prachtige sterke kasteel stingen. We hebben nu nog één prachtig ding over en dat is de jachttoren. Het is op dit moment in gebruik als informatiecentrum over hier het kasteel en natuurlijk ook van het Limburgs landschap wat zich van hier uitstrekt. Het heeft ook nog dienst als trouwlocatie en wat heel belangrijk is, hier trouwt ze op niveau. Hier trouwt ze dus zo hoog dat ze boven iedereen uittrouwt. Hier trouwt ze altijd heel goed. Een van de tradities die Montfort ook nog heeft, dat zijn de meibeum. En als ik me niet vergis, stonden er in het dorp dit jaar 10. En dat is een traditie die van vroeger her opgeboeid is. En daar is Montfort toch wel heel trots op, want Montfort houdt wel van tradities. Een heel leuk dorp om te wonen. Het heeft de luxe van een stad, vind ik altijd, en het gemoedelijke van een dorp. Dus wat wil een mens nog meer? Ja, hier is het op een top. Moet eens kijken, als ik hier die vrijheid heb en bekijk, hoop ik nog lang van kinderen te genieten. Het gevoel geeft me gewoon van, ik zou nergens anders willen wonen dan in Montfort. En ik denk dat dat heel veel inwoners hier hebben. Montfort moet het leukste dorp van Limburg worden, omdat ze van hieruit alle kanjes op kunnen. De A73 is kort bij, maar verder heb ze evengoed een oase van rust. En daarom zou ik zeggen, stem allemaal op Montfort. In de voorrunde is het goed gegaan. Nu moeten we op naar de finale. Dus ik zou zeggen, iedereen stemmen op Montfort.